Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Barella, net sneller. Nog een keer Barella. Gaat hij zelf proberen? Jawel! Nicolò Barella. Hij doet het weer. Het leek een aanval die doodliep, maar hij reageerde net wat fluxer dan die van Benfica. Ja, en als je het dan op die manier afmaakt, hij zet Inter op roze. De eerste doelkans in de match en hij hangt. Benfica heeft een groot probleem. Inter is op weg naar de halve finale. Inter is op weg naar de Milanese derby in die halve finale. Nu al. Ja, duel gewonnen door Dzeko. Otamendi ging daar nog wat klagen. Dan, god, tweede keer werd zo'n tackle iemand van Benfica. Alejandro Grimaldo over de muur. En Onana moest naar de andere kant, maar was tijdig ter plekke. Gilberto. Florentino. Ah, goed ingespeeld. Rafa Silva. En kijk eens, vrije kopkans en de goal. Aurusnes. Maakt er weer een wedstrijd van. En plots gaat alles fout achterin bij Inter. Plots een infiltrerende man van op de flank die niet wordt opgepikt. En we hebben misschien weer een wedstrijd na 37 minuten. Maar even naar Serbi daar uit positie. En ook Darmian uit positie. En dan zie je het ook dat uiteindelijk... daar centraal vrij. Het komt voor Arsnes, maar het is een doelpunt. Ja, ja. Di Marco. Mkhitaryan, Di Marco doorgelopen. Arsnes moet hem laten gaan. Geweldige goal. Fantastisch doelpunt. Opgezet door Federico Di Marco. En afgemaakt door Lautaro Martinez. Een eerste goal in anderhalve maand. En nu zal het wel over en out zijn, zeker. 2-1 voor Inter. Inter nu echt op weg naar de halve finale tegen Milan. Dan zitten we al op links bij Di Marco. Bastoni schuift mee. Geeft zo wat ruimte voor Di Marco. Correa, één dribbel, geweldige goal. En zeggen dat hij niet meer heeft gescoord sinds eind oktober. Het feest is compleet. Joaquin Correa met de 3-1. En de complete bevrijding voor Internazionale. Foutje van Brozovic. Neres kan dat afstraffen. Nee, doet hij niet. Onana aan de paal. Voorkomen een nieuwe aansluitingstreffer voor Benfica. Grimaldo. Moet aangesneden daar toch de 3-2. En er zijn er bij Benfica nog een paar die hopen. Nog een minuut of 4,5 plus de toegevoegde tijd. Voor ja, hoeveel moeten ze nu nog maken? Nog drie. Voor drie goals. Dat is wat veel, denk ik. Dat gaat niet lukken, Nico.
Laatste bal of ballen zijn het. Nog één keer Benfica. Nog één doelkans misschien. Ja, nog een goal zelfs. Het wordt nog 3-3 in minuut 95. Deze highlights werden u aangeboden door Takeaway.com en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.